We staan hier op het centrumplein van het Hadde. Hier is iedereen nog volop aan het werk. De appartementen zijn bijna klaar, Koendaat. Hoe ver zijn we ermee? Dat klopt. Het laatste jaar is de aannemer druk bezig geweest en volgende week gaan we opleveren. 18 appartementen? Ja, het zijn 18 huurappartementen en inmiddels zijn ze allemaal verhuurd. Er was veel animo voor? Er was veel animo voor, dus volgende week kunnen we de mensen blij maken. Nou, mooi. En naast de huurappartementen hebben we natuurlijk ook gezien dat hier een prachtig centrumplein ontwikkeld wordt. Waar straks het Hadde elkaar ontmoeten kan, wat bruisen gaat. Misschien is het goed om eens even naar de uitvoerder te vragen hoe ver we daarmee zijn. Henry, we zitten hier alvast op de bankjes, maar jij bent als uitvoerder bezig met de inrichting van het centrumplein Hadde. Hoe ver zijn jullie eigenlijk? Ja, we zijn een jaar geleden begonnen met in samenwerking met de gemeente en van de Pool Vastgoed en van Gelder voor het ontwerp van het nieuwe plein. 4 weken geleden zijn we gestart. We zijn nu halverwege met het straatwerk. De zitbanken geïntegreerd in het groen, die zijn inmiddels klaar. En het Kuitplein, het Bedriegertjesplein, de Bedriegertjes, ja. De Bedriegertjes. Ja, er was ook een hele grote wens hier op het Hadde, dat weet ik wel, op de informatieavond. Mooi water, waterelement. Element. Ja. Ja. Dus het wordt echt verblijvend, groen, bankjes, water, alles zit er eigenlijk in. En de oplevering is medio week 21. Dus voor de bouwvak is dit plein afgerond? Helemaal afgerond, ja. Mooi, nou we gaan zien dat het echt het bruisend hart van het Hadde wordt, een centerplein waar van alles gebeuren gaat. Dat ziet er keurig uit en dat. En als echt alles is afgerond en we hebben de bouwvakvakantie gehad, dan komt 1 september komt er een mooie opening waarbij het hele Hadde natuurlijk welkom is. Dus 1 september dan komt de opening van dit prachtige centrumplein hier op het Hadde.